We zijn hier vandaag voor de opening van de Meetover. De Meetover is een grensoverschrijdende fietsroute in het bijzonder mooie landschap van de Antwerpse en de Brabantse Kempen. De routes flirten met de landsgrens, ofwel de Meet, tussen Nederland en België. Ik ben hier vandaag blij om hier te mogen staan, om de aftrap te mogen doen van de feestelijke opening van de Meetover. Want ik vind het een geweldig mooi product dat als extra troef de verkenning van dit prachtig stukje Kempen dient. Een mooie fietsroute, een fietsroute die ik toch wel in totaliteit een ruim 50 kilometer door de grensstreek gaat, om die fietsroute te ontwikkelen. Mijn felicitaties in elk geval ook voor de mensen die meegewerkt hebben langs beide zijden van de grens om deze mooie fietsroute tot stand te komen. Het culinaire inderdaad, wij hebben misschien ook de vriendschap die je hier aan de mensen gewoon kan beleven, de openheid. En ik denk dat een troef is waarin wij ons enorm onderscheiden van alle anderen. Ik moet niet meer vertellen over onze heemmusea, want dat hebben de mensen van Turnhout al gedaan. Maar ik ben toch bijzonder blij dat wij niet alleen hier met de fiets kunnen rondrijden, maar dat wij hier ook mogen leven, alle dagen. En men heeft het in het verleden misschien te weinig beseft, maar wij zitten, ik ben ervan overtuigd, op een van de leukste, mooiste plekjes op dit aardbol. Wat hier vandaag gepresenteerd wordt, op de eerste plaats, het is een initiatief wat vanuit de ondernemers gekomen is. En die zelf het initiatief genomen hebben. Ik vind dat heel bijzonder en ook heel belangrijk, omdat juist ondernemers, zeker in Nederland speelt dat, ik weet niet exact hoe het aan de Belgische kant is, geconfronteerd worden toch met ingrijpende economische wijzigingen in ons gebied. Waarbij de agrarische sector een andere betekenis krijgt en recreatie en toerisme toch een van de belangrijke economische pijlers wordt in ons gebied. U weet het, in Nederland zijn verkiezingen geweest en alle partijen hebben daar, die aan de verkiezingen meegedaan hebben, daar verschillen ze niet in, daar kom je niet verschillend over stemmen. Iedereen zei van recreatie en toerisme moet verder gestimuleerd worden. En als zoiets kun je als overheid roepen, maar uiteindelijk zijn er toch ook de ondernemers die dat mee op moeten pakken. Mijn vader is in zijn vroege jeugd al gaan werken in België, bij de Soeboer in Arendonk. En ik denk dat de mensen uit Arendonk zullen dat weten, gelegen in de Kerkstraat. En mijn vader was eigenlijk een van de eerste gasten die met losse soep rondging. En gasten, dat was geen, die kwam daar niet om te eten, nee, dat betekent hij was vertegenwoordiger en ging met keteltjes soep rond. Nou, daar zijn later is dat soep voor de frigo geworden, voor de vriezer. En toen mocht ik mee. Ik mocht mee in de kamion, in de vrachtwagen mocht ik mee en die winkels langs. En ik wist niet wat me overkwam. Ik kwam bij een beenhouwer. Mijn vader zei, dadelijk moeten we naar de beenhouwer. Beenhouwer, wat gaan we doen? Dat bleek gewoon een slager te zijn. Het intermezzo wordt verzorgd door Wil Pajoel met het lied Groot Nederlandse Ballade van Miel Kools. In dit lied geeft Miel Kools aan waarom hij soms liever Nederlander is, maar soms ook liever Vlaming. De Vlaming steeds maar door zijn eigen straatje rent. Als ik per auto over de kasseien martel, met om de duizend meteren gekneusd. Dan volgt waar deze hele middag om draait. De officiële opening van de fietsroute. De burgemeester van Reuzel de Mierde en de burgemeester van Arendonk fietsen elkaar tegemoet. En bij de geïmproviseerde grens, onder toeziend oog van de douanier, wisselt men fietsplattegrondjes uit en men steekt, en in dit geval fietst, de grens over, ofwel de Meet. De Nederlander altijd op zijn buurman let. Als ik ze zie, hun tuintjes zonder avonturen, gras zonder onkruid en die guster langs de rand, dan denk ik, Nederland mag dan schoon zijn voor de buren, maar lieve Heer, geef mij het domme Vlaanderenland. Dankjewel.